gebeurd? Nou, we hebben gewonnen en we zijn heel erg blij. Ja, we hebben gewonnen. De derde prijs was weggegeven, die tweede prijs was weggegeven. Wat ging er toen door je hoofd? Ja, toen dachten we al zo van, dit gaat hem worden. Ja? Ja. Ja, eigenlijk had ik het niet verwacht, maar toch waren we het. Kan je jullie idee nog één keer uitleggen? Nou kijk, het water komt op het rad en dan gaat het draaien en dat wekt stroom op. En dan heb je ook nog met zonnepanelen en met een windmolen. Dus dan heb je voor alle weersomstandigheden kan je energie opwekken. Dit is ons Smart Water Hotel. En het idee is dat als het heel hard gaat regenen, dat dan het hotel met het water omhoog gaat. Zodat je minder last hebt van de wateroverlast. Ja, we zijn eerst gaan onderzoeken van wat zijn nou grote problemen. En toen kwamen we op overstromingen uit. Toen zijn we gaan ontwerpen en gaan tekenen en daarna zijn we gaan bouwen. Op een gegeven moment gingen we met z'n allen aan één ding werken. We gingen heel snel aan de slag. Als jullie nou één tip hebben voor vakkanjers van volgend jaar, hoe win je vakkanjers? Goed onderzoeken. Ja? En je best doen. Altijd je best doen. Ja, goed een probleem bedenken. Als jullie vakkanjers moeten omschrijven in één woord, dat zou zijn? Top. Super. Leuk.